terug bij de 8 tips voor leerzame video's. Vandaag zijn we bij tip 2. Ik ga jullie vertellen wat stem- en taalgebruik allemaal in een video kan doen. Zo leer je hoe je het beste kan praten in een video. Mijn naam is Jolien en vandaag ga ik jullie hier alles over vertellen. Allereerst spreek je je video's altijd zelf in. Studenten leren namelijk beter van een video die door jou is ingesproken dan door een computerstem. Daarnaast is het goed om je video persoonlijk te maken. Bijvoorbeeld door jezelf kort voor te stellen, zoals ik zojuist heb gedaan. Ik ga je dit laten zien aan de hand van 2 voorbeelden. Jolien praat in de 3e persoon en hier wordt laten zien hoe een video persoonlijk is. Ik praat vanuit de 1e persoon en hier zie je hoe je een video persoonlijk maakt. Het 2e voorbeeld is veel beter. In een leerzame video spreek je je studenten namelijk direct aan door woorden zoals je en jij te gebruiken en praat je vanuit de 1e persoon.